Willemijn, je bent aan een monsterklus begonnen met het scannen van zo'n enorm schilderij. Hoe lang gaat zoiets duren? Nou, we zijn wel even bezig met het scannen van dit gigantische schilderij. We verwachten dat we het hele schilderij kunnen scannen in 3 à 4 weken. Als je wel eens wat dichter met je neus op een schilderij hebt gestaan, dan zul je zien dat het schilderij niet vlak is. Hè? Zeker zo'n schilderij zo oud als deze, die heeft allemaal barsten in het doek, hè, door de tand destijds. Maar ook heeft het hoogteverschillen die Rembrandt bewust schilderde. Dus hij bracht dikke klodders aan, bijvoorbeeld om stofuitdrukking nog realistischer te maken. Dus bijvoorbeeld de jas van die mannen met het lichte kostuum. Daar zie je dat echt de verf er dik op ligt om echt dat mooie geborduurde van de jas weer te geven. En dat willen we graag kunnen vastleggen met onze 3D-scan. At any given location, we're capturing 13 different projected patterns, and each one of those is photographed by all 3 cameras. So we have 39 photos at each location. So those are fused together into a single depth map. We take 12 of them and see what does the left camera see, what does the right camera see, and correlate them together with what the center camera sees to make an elevation map. And then a 13th pattern is used to map out the color. Those are fused together to make a 3D model of just that one capture location. And then we do this 2,500 other times across the painting. Those all get fused together into one self-consistent whole so that the edge of one tile aligns with the edge of the other and so on. And then this all gets aligned with a very, very high resolution 5 micrometer image that we've previously captured of the Night Watch so that we have data fusion across all of our imaging. Binnen operatie Nachtwacht zijn wij bezig met de beste wetenschappers die we hebben in Nederland om goed onderzoek te doen, om een duidelijk inzicht te krijgen van wat nu eigenlijk de precieze staat van de Nachtwacht is voordat wij die gaan registreren. De Nachtwacht bestaat sinds 1642, dat betekent dat hij 378 jaar oud is. En eigenlijk, zoals we dat nu benaderen, is de technieken die we nu voor handen hebben, is iets wat in het verleden nooit heeft kunnen plaatsvinden. Dus eigenlijk wat we nu kunnen doen, is iets wat hiervoor 10 jaar geleden zelfs niet kon. En nu wel. Nu krijgen we chemische samenstelling van de verf. Nu krijgen we hoe hoog dat de verf waar loopt. Nu krijgen we een perfecte foto op een uiterst detail, zeer hoge resolutie. Nu krijgen we eigenlijk allemaal informatie die we altijd hadden willen hebben, maar nog nooit eerder konden krijgen. Wij willen informatie krijgen over de stabiliteit van de verf over, laten we zeggen, een aantal decennia. Met andere woorden, als men over 50 jaar weer een keer dezelfde technieken en dan ongetwijfeld weer op een hogere resolutie dan wat we nu doen zouden uitvoeren, dan zou het verschil kunnen zien tussen wat er eigenlijk in die 50 jaar dan heeft plaatsgevonden binnen het veranderingsproces dat ieder object, ieder mens, alles aan onderhevig is. Dus daar willen wij naar kijken. Wat gebeurt er nou eigenlijk precies? Dus dit is niet alleen voor informatie nu direct relevant voor de restauratoren om daarmee te gaan werken, maar ook in de toekomst om dan te zien van wat heeft er nu eigenlijk plaatsgevonden in die decennia. Die informatie, het is een nulmeting daarover, willen wij weten.